echt ongelooflijk hoeveel winkels hier leeg staan. Nou, we zijn weer op pad. In deze aflevering gaan we vooral winkels bezoeken. Deze winkel hebben we gisteren gecheckt. Raakten we binnen. Het was veel te donker. Deze morgen zouden we die opnieuw doen. Maar helaas ging dat niet, want al die andere mannen waren hier aan het werken, aan het leeghalen. Ja. Die andere winkels hiernaast zijn allemaal leeggehaald. Dus ik denk dat ze morgen of overmorgen beginnen met deze winkel volledig leeg te halen. Ja. Wat echt zonde is eigenlijk, want zoveel bruikbaar materiaal nog. Dat wordt allemaal weggegooid. En dit is een winkel non-food, dus hier hangt geen vieze, vuile stank. Integendeel, het ruikt hier echt lekker fris. Ja. Ik zou het niet zeggen, maar... Deel alles, jongen. Echt alles. Gewoon echt een drogisterij eigenlijk, een beetje. Yep. Hier, Gillette. Ja, ik zie mijn schermmessen hier. Met vandaag in de aanbieding een gratis... Assenzetjes. Het ergste is nog, dit is niet echt radioactief, hè. Dit is gewoon binnen, even gewoon binnen gelegen. En nog steeds wordt weggegooid. Ja. Nou, pillen op de grond gekeeld door die aanbieding gewoon, hè. Ja. Dan is dat goed gegaan. Ja, dan nog, hè. Dus echt, dat mensen wel echt respect voor leegstaande gebouwen hebben, hè. Als ze gewoon aan de regels houden. Ja. Want in Nederland was het al lang helemaal leeggeplunderd. In België ook, niet alleen leeggeplunderd, leeg gefotografeerd. Ja, dat is wel het beste rest hier. Die parking stonden 5-6 bussen al. Zeg hier bloeddrukmeters. Ah, ja. Goeie mooi, hè. 8300 yen. Dat is niet niks, hè. Nee, dat is vrij prijzig. Zal ik je even zeggen wat dat is in België? Ja. Daar, 13.125. 90 euro. Jezus. Ja. Ja, ligt er gewoon. Kaasjes. Hier. Mondmaskertjes. Echt? Dat hebben we nooit. For 7 days. Maken, dat is ook niet echt je vanuit. Oh, nee, god. We hebben nog een restaurant. Eindelijk, eentje gewonnen. Ja.
Eens kijken of dat wat staat, hè. Mooie decoratie in ieder geval. Echt zo'n typisch restaurantje, met zo'n lage bankjes. Ja, dat ja, is echt Japans, hè. Yep. Zullen we een foto hier. Hier zat waarschijnlijk de kreeftenzoon. Nee, ah ja, vis, ik, aquarium. Ja, aquarium gewoon. Ja, ik zie het. Oh, ik heb hier een vis. Ja, wat het zo leeg is hier. Ja. Die beer is vet. Mm, de bierbeer. Dat is vet. Vet masker. Oh. Dat zou perfect bij je tikkiebak kunnen gaan. Ja, inderdaad. Hè. Zijn er een dvd-winkel, een boekenwinkel? Wie heeft de AD even toegeslagen? Hè? Jesus. Een grote puinzooi. Wel in een goede toestand, hè? Niet echt vervallen of zo. Hè? Echt maf, je kunt je niet voorstellen. Hè. Kan bij ons ook zo gebeuren, hè? Ziet het ook zo uit. Mag jij die lezen hier van achter naar voren? Zou erin staan? Met de DVD. Zie je dat? In Japan is alles gecensureerd. Overal witte vlek. Dit. Hier moet je een hele leuke fantasie bij hebben, ja. Denk ik. Hé, hey, maar dat is wel YouTube-proof, dit. Niet? Ja. Toch zo, DVD-winkelke. Ja, dat is een coole, ja. Dat is een grote winkel ook, hè. Tamelijk. Zeg maar dat er maar één link voor hem is. De kast hebben we ook al opengebroken, zie je dat? Of geprobeerd open te breken. En de kast zit er nog erin. Eentje in ieder geval. Zie je? Ja, ja. Dat doen we niet. Hier, alle Xbox 360 spellen. Zie je dat zien? Hoe wijs geweest? Hier. Nintendo DS. Oh nou, het zijn allerlei. Ah, het zijn alleen douches. Ja, dat is meestal in de winkel, hè. Ik zal achterleggen. PlayStation 1 spelletjes. Echt oud, ja. Dat is Namco. Echt oud. Grappig, man. Wel grappig. Eigenlijk echt erg. Ja, want die leven ook mensen, allemaal, man. Hier leven ook mensen in armoede en zo, dus... Maar ja, armoede. Het is gewoon vervlucht. Je weet niet wat, je weet niet wat er gebeurd is met die mensen. Oké, Frederik heeft het gevonden. What the fuck? En? What the fuck? Check gewoon fucking gloedje hier, gast. Check daar nog een. Ja, het zegt al iets aan de impact dat die ramp heeft gedaan, ja. Ja, ik snap dat echt niet. Ongelooflijk, kijk. Alles nieuw. Alles gewoon nieuw. Nee, ik zet hem stap helemaal. Ja. Alles ligt gewoon nieuw in de verpakking. Het is wel niet de laatste, hè. Ah, de Wii ligt er ook. Zijn het de Wii? Zwart of wit, wat wilt je? Hier, jammer, het stroom niet meer werken, anders kon ik even een potje spelen. Ja. Ah, nog enkele Nintendo's.
PlayStation. Of nog die film mooi, hè, die vierkante bak.